Jerry Sebrian van de politie Brabant Zuidoost. Een behoorlijke brand in Veldhoven, kun je erover zeggen? Nou, op zich viel de brand achteraf nog wel mee, heb ik begrepen. Het is brand is ontstaan in foam, wat lag in de werkplaats bij het bedrijf. Die brand is overgeslagen op het dak. En daarbij is wel hele hevige rookontwikkeling ontstaan. Ik begreep dat het echt ging om grote pikzwarte rookwolken. Nou hebben we hier een snelweg in de buurt liggen en een ziekenhuis. En met name daarom is er op een gegeven moment groot alarm afgekondigd. Omdat je uiteraard als je snelweg moet gaan ontruimen en een ziekenhuis moet gaan ontruimen, ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Nou bleek dat uiteindelijk niet het geval, maar er scheen hier wel iets met een kinderdagverblijf te zijn. Kun je daar iets over zeggen? Ja, naast het vlakbij bedrijf ligt inderdaad wel een kinderdagverblijf. En dat is inderdaad ontruimd. Kinderen zijn naar huis gestuurd en onderwijzers, leerkrachten, die zijn ook naar huis gestuurd. Ja. Was er nog gevaar voor uitbreiding van de brand? Nee, ik heb begrepen dat dat eigenlijk geen moment heeft gespeeld. Nogmaals, het ging niet om de omvang van de brand. Het is ook niet zo dat er sprake was van ontploffingsgevaar of gevaarlijke stoffen. Het ging echt even om die hele hevige rookontwikkelingen, die grote pikzwarte rookwolken. Die zorgden voor het gevaar. Ja, en dan met name natuurlijk richting snelweg en richting ziekenhuis. Hebben jullie enig idee van de oorzaak van de brand? Nee, we zijn net de brandmeester, het zijn brandmeesters net gegeven. En daarna zal wel gekeken worden wat nou precies de oorzaak is. Maar daar heb ik op dit moment nog geen zicht op. Gaan jullie daar als politie nog een onderzoek naar instellen? Dat gebeurt eigenlijk alleen maar als er sprake zou zijn sprake zou zijn van strafbare feiten. Dus dat die bijvoorbeeld aangestoken zou zijn. Ik geloof niet dat we daar enige aanwijzing voor hebben op dit moment. Maar ook dat is eigenlijk nog veel te voorbarig. Ja, dan zagen we hier heel veel brandweerauto's en brandweermensen. Heb je enig idee met hoeveel mensen zij hier aan het werk zijn geweest? Ja, we hadden vier blusvoertuigen van de brandweer waren hier aanwezig. En wat misschien nog aardig is om te melden is dat er in ieder geval uit voorzorg een tankwagen met water uit België, uit Lommel, is gekomen.